Brrr, wat is het koud vandaag. Bedankt dat je de rails schoonmaakt, Bobby. Oh. Gaan jij en Tina aan een gigantische sneeuwpop werken? Midden op het meer? Wees voorzichtig, jongens. Oh-oh, het ijs scheurt. Oh. Oh nee, ze zitten ingevroren. Troy, gelukkig ben je er. Bobby en Tina zijn per ongeluk van het spoor geraakt en nu zitten ze vast in het bevroren meer. Goed idee. Teddy weet vast wat te doen. Laten we hem om hulp vragen. Hoi Teddy. Sorry dat ik stoor, maar er is een noodgeval. Troy heeft je hulp nodig. Bobby en Tina zijn in het meer gevallen en we moeten ze eruit halen. Kan je ons helpen? Perfect, laten we beginnen. Ongelooflijk! Je bent een ijsbrekerboot, Troy. Oh. Nou, laten we Bobby en Tina gaan redden. Oh. Je moet heel hard varen om het ijs te kunnen breken, Troy. Gaat dat lukken? Wauw! Ga je ze eruit halen? Oh, de kraan! Natuurlijk! Oh. Dat is ongelooflijk, Troy. Gaat het goed? Ah, een beetje koud. Het water is ijskoud. Hoi daar, Teddy. Joehoe.
Je idee heeft gewerkt. Oh, je hebt warme chocolademelk gemaakt om op te warmen. Dat is heel lief van je. Nou, Troy en Teddy, jullie hebben alweer de dag gered. Tot de volgende keer allemaal. Hey Troy, wat ga je doen vandaag? Oh, het is Halloweenavond. Dat is leuk. Wat voor enge dingen zullen er gebeuren? Wie is dat daar? Zo te zien zijn ze al gekleed voor Halloween. Kijk Troy, het is Tony de Trein en Tina. Hoi jongens, jullie zien er spookachtig uit. Wat is er Tina? Oh, aha. Je wilt een Halloween parade organiseren. Ja, inderdaad Tony. Dat wordt niet een heel lange parade met alleen maar twee treinen. Oh jee, Tina zegt dat ze ook niet weet hoe ze de spoken moet laten zweven. Hoe in hemelsnaam organiseer je dan een parade? Kan jij iets bedenken, Troy? Dat wordt wel lastig. Waarom gaan we niet naar het pakhuis om Teddy te vragen of hij iets kan bedenken? Oké, perfect. Laten we nu gaan. Dan zijn we nog op tijd om te trick-or-treaten. Hoi Teddy. Was je aan het oefenen voor je kwaadaardige lach voor Halloween, Teddy? Dat was heel eng, Teddy. Goed gedaan. We hebben je hulp nodig voor Halloween vanavond, Teddy. Tina en Tony hebben versieringen gemaakt, maar ze kunnen ze niet laten zweven. Weet jij iets? Oké, aan de slag. Ik vraag me af wat voor spookachtige verrassing Teddy in petto heeft vandaag, Troy. Nee, Teddy, die windmachines houden de spoken wel in de lucht. Kijk, Troy, het is Dia de Muertos van de Mexicaanse traditie. Dat is een perfecte manier om de Halloween-parade aan te kleden. Goed werk, Teddy. Laten we teruggaan naar Tina en Tony de trein en laten zien wat we hebben. Hoi Tina, hoi Tony. Kijk, Dia de Muertos komt jullie spookachtige avond redden. Jullie parade gaat heel mooi worden. Tina, zou jij de lijnen aan Troy vast willen maken? Perfect. Oké, Troy, tijd om de Halloween-parade te beginnen.
Wauw, wat een mooie parade. De spoken zien er prachtig uit, Troy. Ah, oh jeetje, je hebt me even goed laten schrikken, Troy. Kijk dat nou. Ze vinden de spoken prachtig. Ah, Troy, was jij dat? Tony de Trein? Jij was het, of niet? Tina? Oh jee, volgens mij spookt het echt vanavond. Hey allemaal, kijk, het was Teddy maar. Wauw, dat was een spookachtige Halloween. En het was de mooiste parade van Treinstad, of niet? Kom op Teddy, sluit aan bij de parade. Fijne Halloween allemaal. Hoi daar, Troy. Wauw. Heer Byrons huis is echt heel mooi. Tony, rem af. Tony let niet echt op waar hij naartoe rijdt. Dat is niet veilig. Stop, Tony. Je rijdt Troy bijna aan. Uh-oh. Oh jee. Je hebt gelijk, heer Byron. Het is een rotzooi. Maar ik weet zeker dat we het kunnen regelen. Daar heb je een punt, Troy. Teddy heeft altijd goede ideeën. Laten we om zijn hulp vragen. Psst, Teddy. Wakker worden. Sorry dat ik je wakker maak, maar we hebben een probleempje. Troy heeft je hulp nodig. Heer Byrons huis is een beetje toegetakeld. Bomen en bloemen zijn flink beschadigd door bestrijdingsmiddel. Weet jij hoe je dat kan oplossen? Perfect! Aan de slag dan maar! Wauw! Je bent een groot blusvliegtuig, Troy. Inderdaad, Teddy. Je hebt geen water nodig hiervoor. Wat is dat, Teddy? Is dat een soort magische mest? Ongelooflijk! Ben je er klaar voor, Troy? Oké, laten we naar heer Byrons tuin gaan. Troy is terug en jullie gaan versteld staan, jongens. Geen zorgen, heer Byron. Hij heeft in mum van tijd voor de tuin gezorgd. Kijk eens wie daar is.
Ga maar even naar binnen. Oh. Oké, Troy. Laat maar eens zien wat je kan. Eens kijken of Teddy's magische mest ook echt werkt. Het is ongelofelijk. Teddy is een echte goochelaar. Ben je nu al klaar? Dat was snel. Het is goed, Tony. Jij en Byron kunnen weer naar buiten. Prachtig, of niet? Voorzichtig, heer Byron. Oh, je hebt een verrassing voor Tony en Troy. Dat is heel erg lief. Inderdaad, waar is Troy? Volgens mij wilde hij nog even vliegen, jongens. Dit overkomt hem ook niet elke dag. Tot ziens allemaal. Goed werk vandaag, Troy. Geniet van je vlucht. Tot de volgende keer. Hoi Troy, hoi Taylor. Waar zijn jullie nou onderweg? Oh, een pannenkoek-eetwedstrijd klinkt heel erg leuk. Je hebt gelijk, de stroop is het allerlekkerste. Oh nee, de rails lijkt kapot verderop. Kijk uit! Oh jee, wat een rotzooi. Wat moeten we nu doen? Goed idee. Teddy heeft vast een oplossing. Hoi Teddy, er is met heel veel stroop geknoeid. Heb je een idee hoe we dat kunnen opruimen? Perfect, laten we aan de slag gaan. Precies wat we nodig hebben, Troy. Teddy heeft je in een stofzuigtrein veranderd. Goed idee, Teddy. Een extra breed mondstuk zal grotere hoeveelheden stroop opzuigen. Laten we nu deze rotzooi opruimen. Taylor, Troy is terug. Kijk, Teddy heeft hem in een stofzuigtrein veranderd. Oh.
Wat is er? Natuurlijk, de aanknop. Dat is zo cool. Ga je gang, Troy. Oeps, zo te zien heb je een stukje gemist tussen de rails. Ziezo. Goed gedaan, Troy. Haha, wauw, Taylor. Je hebt gewonnen. Je moet wel heel erg van pannenkoeken houden. We zijn blij dat alles goed verlopen is. Tot ziens. Goed werk vandaag, Troy en Teddy. Tot de volgende keer!